opleidingsonderdeel co-creatie maakt deel uit van de industriële wetenschappen, industrie in Antwerpen. En is eigenlijk een 12 weken lopend project waarbij studenten EO, ergo en individuele cliënten samen een hulpmiddel ontwerpen rond een betekenisvolle activiteit. De rol van de studenten industrie in Antwerpen ligt dan hoofdzakelijk in het materialiseren van die hulpmiddelen, prototypes maken als communicatietool. En de ergotherapeuten gaan vooral alles observeren en ook op activiteitsniveau het standpunt van de cliënt voor een groot stuk gaan bekijken en zijn rol daarin. Wij hebben een jashulp gemaakt voor David. David is iemand die alleen woont en een beperking heeft. Dus hij kan wel goed zijn handen en zijn onderarmen bewegen, maar zijn schouders niet. En een van de problemen die hij daardoor heeft, is dat hij niet zelf zijn jas kan uitdoen. En in het begin van onze opdracht hebben we eigenlijk samengezeten met hem, waaruit dat bleek dat zijn jas aandoen niet echt het grootste probleem was, omdat hij altijd wel met iemand ergens naartoe ging, maar wel vaak alleen thuis kwam. Daardoor hebben we in het begin kunnen beslissen om enkel de jas uit te doen, waardoor dat we het product veel simpeler konden maken en dat bleek voor hem ook veel belangrijker, dat het product niet opviel aan zijn jas zelf. De persoon waar we eigenlijk iets voor ontworpen hebben was een klein manneke van 6 jaar en die is geboren met een open rug spina-patiënt. Dus eigenlijk alles vanaf onder zijn borst is verlamd, dus hij kan hem niet zelfstandig recht zetten, zijn benen kan hij niet gebruiken, zijn, naar het toilet gaan gaat ook niet. En wij zijn daarop ingespeeld, we zijn direct beginnen prototypes maken. Direct ook de prototypes met hem testen, kijken hoe, dat hij daar, hoe ver dat hij zelfstandig alles kan doen en we merken eigenlijk zeer snel dat hij eigenlijk binnen niets kon doen wat wij in ons hoofd hadden. We hebben eigenlijk een strandmobiel ontworpen voor hem en dat is een bakje dat hij dan in zijn handen kan nemen en dan moet hij eigenlijk in een doek rollen. Rollen kon hij wel nog, met zeer veel moeite. En dan kon hij met dat bakje dat doek omhoog trekken en dan werd gevormd als een zitje waar hij dan comfortabel in kon zitten, dat hij er niet kon uitvallen. En zo kon hij door het zand gaan.